Dames en heren, welkom bij de tweede aflevering van Ring Outs, een serie van interviews die ik doe met Nederlandse fighting game community leden. Vandaag hebben wij echt een primeur. We hebben namelijk de enige, de echte, de pride van Nederland, Mr. R, aka Ramin. Hoe gaat het met jou, kerel? Hey, ja, gaat goed, man. Net teruggekomen van fitness. Vandaag een beetje Smash 4 gespeeld, klein beetje Dragon Ball Fighters, dus gaat goed. Nice, nice. Tof dat je er even bent, tof dat je even tijd hebt om even een paar vraagjes te beantwoorden. Nou, zoals ik net ook even met je over had gehad, gewoon even, aangezien jij toch wel echt het fighting game icoon bent van Nederland, om het maar even zo te noemen, wil ik gewoon graag even met jou over hebben van hoe dat eigenlijk voor jou is. Nou, dan beginnen we eigenlijk al met de eerste vraag. Nou, als echt professioneel fighting game speler, want laten we eerlijk zijn, jij verdient hier natuurlijk je brood mee. Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Dat ligt er echt aan wanneer er grote toernooien zijn. Kijk, als er een major is in Amerika, dus ja, major is een van de grootste toernooien die we dan hebben. Ja. Dan oefen ik die week daarvoor, of twee weken daarvoor, oefen ik gemiddeld minimaal 4-5 uur per dag. Mm-hmm. Maar kijk, als er geen grote toernooien zijn aangekondigd, zoals op het moment of in de afgelopen paar maanden, ja, dan ben ik ietsjes lakser en dan probeer ik nog steeds wat te oefenen. Alleen ik speel natuurlijk niet 4-5 uur per dag dan, omdat ik hoef niet zo wat te oefenen. Dus het ligt er echt aan. Als grote events zijn, dan pak ik die 2-3 weken daarvoor wel echt even de tijd om elke dag goed te oefenen. Mm-hmm. En ja, als dat niet zo is, dan speel ik nog steeds wel gemiddeld denk ik 1-2 uur per dag. Oké, en hoe ziet zo'n, als je echt hard aan het trainen bent, hoe ziet zo'n training session er voor jou eigenlijk uit? Ik speel sowieso veel wifi, mm-hmm. Ik speel heel veel online. Mm-hmm. Alhoewel, afgelopen tijd ben ik daar een beetje minder mee gaan bezig zijn. Maar ik speel vooral veel offline ook, dus ik heb genoeg vrienden hier in Nederland die dan ook best goed zijn. Als ik echt heel goed wil spelen, als ik echt mijn A-game eruit wil halen, dan ga ik een paar maanden naar Amerika toe. Okay. En dan speel ik met de beste spelers daar, want ik ben zelf top 10 in de wereld, dus als ik dan tegen iemand speel die niet top 50 is ofzo, of niet eens top 100, dan krijg ik niet echt veel uit. Mm-hmm. Maar als ik tegen een ander speler speel die net zo goed is als ik, of misschien wel beter, of iets minder goed, dan leer ik veel meer. Ja, precies. Nee, dat klopt, als je tegen mensen speelt die minder goed zijn, dan leer je ook niet zo heel veel. Ja, dat is ook eigenlijk wel interessant. Kijk, want ik spreek ook niet zoveel mensen die echt in de top van de top zitten, om het even zo te noemen. Dus het is wel indrukwekkend. Maar heb je nou echt dingen waar je dan ook echt aan werkt? Dat je bijvoorbeeld denkt van, kijk, nou ga ik werken aan mijn air game, of nu ga ik werken aan edge guarding. Is dat ook zo specifiek, of is het gewoon, je doet gewoon een beetje wat, ik weet niet hoe dat precies zit natuurlijk. Nou kijk, als ik naar een toernooi ga en ik verlies, dan ik probeer zo vaak mogelijk te kijken naar mijn matches waar ik verloren heb. Mm-hmm. En dan reflecteer ik naar die matches en kijk ik waarom ik precies verloren heb. Soms komt het omdat ik bepaalde kill setups mis of bepaalde combos mis. Mm-hmm. Dus na het toernooi ga ik dan naar huis en dan ga ik naar training mode. En dan probeer ik echt even naar die elementen te kijken waar ik foutjes heb gemaakt, waar ik beter kon zijn. En daar probeer ik dan aan te werken. En hetzelfde geldt voor matchups. Als ik tegen een bepaalde character verlies bij een toernooi, dan eerst wat ik doe als ik thuis kom, is tegen die specifieke character oefenen. Oké, dat is wel interessant. Nou, los van dat, hoeveel lang speel je eigenlijk al fighting games en slash Smash? Maar laten we eerlijk zijn, de community zijn vrij gesplitst. Mensen zien het eigenlijk ook als aparte games. Maar hoe lang speel je al dat soort games? Je bedoelt Smash specifiek of multiplayer andere, games? Maar ook, ook andere multiplayer. Hoe ben je eigenlijk, fighting games slash Smash competitive spellen, maar zo. Mijn geschiedenis met games. Toen ik nog jong was, heel klein, toen ik 8 jaar was of zo, 9 jaar. Toen speelde mijn broer heel vaak op een Nintendo, Nintendo 64. En zo begon ik eigenlijk met games te spelen. En toen ik wat ouder was, begon ik met multiplayer spelen op PC. Dus Counter-Strike 1.6 speelde ik heel veel in het begin. Oh, wauw, dat soort games speelde ik in het begin. En toen kwam Smash uit. En dacht ik, nou, fighting games. Ik heb Tekken gespeeld, ik heb Street Fighter gespeeld, casually. Mm-hmm. Dacht ik, ga Smash ook gewoon casually erbij pakken. En ik begon Smash te spelen en ik speelde online heel veel. Yeah. En ik speelde op een website genaamd All Is Brawl.
En op die website kon je, het was een ladder systeem, dus je kon gewoon op een ladder kon je puntjes krijgen. Yeah. Dus dat had ik heel lang gedaan. Dat was dus eigenlijk de eerste keer dat ik een beetje competitief fighting games ging spelen. En op de website staat achter je naam, staat dan waar je vandaan komt. Yeah. Dus ik kwam in Nederland en een Nederlandse speler die ook op alles wel actief was, had me dus een berichtje gestuurd. Yeah. En zei van, hey ja, ik zie dat je heel goed bezig bent op de ladder en dat je regelmatig online speelt. Lijkt je leuk om een keertje offline te spelen met ons? Mm-hmm. En dat gebeurde dus eigenlijk. En toen ging ik daar naartoe. En dat was 8 jaar geleden. En nu speel ik nog steeds. Dus dat was ook een beetje jouw entree in die hele scène, die hele Smash scene in Nederland. Ja, inderdaad. Mag ik vragen wie dat was die jou benaderd heeft? Dat was Grex. Grex, oké. Okay. Ja, niet Nindo. Nee. Hij staat bekend als Chain Grex. Oké. Nou, dat zeggen we niet heel veel, maar ik ben ook zelf minder actief in de Smash scène. Ik hoop dat dat gaat veranderen met de release van Ultimate, maar dat komt straks nog aan bod. Je zei ook Street Fighter en Tekken, maar wat was nou echt het punt waarvan jij zei van, oké, vanaf nu ga ik echt Smash, wil ik echt goed worden in Smash. Jij zei van, nou ga ik echt de moeite nemen om echt de beste van de wereld te worden, zeg maar. Ik was altijd al een beetje competitief ingesteld. Ik heb ook toen ik jong was, voetbalde ik heel veel, tot mijn 15e. Zodat ik ook bij een vereniging. Dus ik had altijd al een beetje die competitive mindset. Mm-hmm. Toen ik het goed deed in Nederland met Brawl, toen had ik al zoiets van, oké, dit is Nederland, ik doe het wel goed hier, maar ik wil wel uitbreiden en ik wil het ook goed in Europa. Dus toen ben ik naar mijn eerste Franse toernooi geweest, toen werd ik tweede. Zo. En toen had ik zoiets van, oké, ik kan wel met de top van de top spelen. Mm-hmm. Dus toen had ik al een beetje motivatie om meer te gaan reizen en meer competitief te gaan spelen. Yeah. Dus toen ben ik in 2012 ben ik naar Amerika gegaan, in mijn eentje ook. Zo, tof in je eentje dan wel. Ja, ik was denk ik 17 of 18 of zo. Wow. Ja, ik ging in mijn eentje daar naartoe. Dat was best wel eng, maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Maar je hebt wel lef, man. Je hebt wel lef. Ja, respect. Ja, en zo begon het eigenlijk dus een beetje. En ever since reis ik eigenlijk alleen maar. En ben ik heel veel naar toernooien gegaan. Mm-hmm. Ja, want je woont ook on and off een beetje in Amerika, toch begreep ik? Ja, dat klopt. Als ik oefen in Amerika. Yeah. Als er een groot toernooi is in Amerika, dan probeer ik meestal een paar weken van tevoren, of soms zelfs een paar maanden van tevoren te gaan om zoveel mogelijk practice te krijgen. Yeah. Op het moment ben ik in Nederland omdat ik mijn sportersvisa wil aanvragen. Mm-hmm. En daarmee kan ik dan 6 maanden lang in Amerika blijven. Want als toerist mag je maar 3 maanden lang blijven. Ja, dat klopt, ja. Dus ik wil natuurlijk, daar zijn de beste spelers. Dus hoe langer ik daar kan oefenen, hoe beter. Ja, en met wie oefen jij dan eigenlijk zo meestal? Bedoel je welke character of met welke spelers? De spelers vooral bedoel ik inderdaad. Oké, als ik naar Amerika ga, dan heb ik 2 locaties waar ik verblijf. Mm-hmm. Ik blijf dan of in California bij Sky, dat is een bekende YouTuber. Oh, Sky Williams? Ja, Sky Williams. Dat is sick, dat is cool. Ja, hij was een Brawl speler, een Smash speler, voordat hij League speelde. Voordat hij zelfs bekend was op YouTube, was hij een Brawl speler. Dat is wel heel vet. Ja, heel veel mensen weten dat niet, maar hij is dus eerst heel bekend geworden met Smash. Mm-hmm. Omdat hij goed was in Smash, hij was een van de beste Peach spelers in Amerika. Ooh. En toen is zijn YouTube carrière groot geworden. Dus als ik naar Californië ga, blijf ik bij hem. Mm-hmm. En er zijn een hoop aantal goede spelers daar, zoals Tyrant, K9 was daar ook. Mm-hmm. En een hoop aantal goede Californië spelers. Yeah. Dus daar ga ik regelmatig heen. En als ik de andere locatie is in Ohio, dat is bij The Loft. En daar zijn dan spelers zoals Keitaro, Tweak, False and the Cat, Hack. Dus ook allemaal goede spelers. Mm-hmm. Oh ja, dat is wel fijn. Maar Ohio, dat ligt ook best wel een eindje van elkaar tegen ook Californië. Ja, inderdaad, ja. Ohio ligt ongeveer in het midden van Amerika ergens. Yeah. Een beetje centraal. En Californië is helemaal in het westen. Mm-hmm. Ja. Ja, het is wel vet ontwikkeling, want wij... Nederland is natuurlijk een wat kleiner land, maar als je kijkt naar Amerika, het land is zo gigantisch groot. Heel veel mensen komen hun hele leven gewoon niet uit Amerika. Dus ja, daarom, Ohio en ook Californië, best grote afstand, dus vandaar ook. Heb jij eigenlijk die Amerikaanse Smashers zo dan zo leren kennen? Gewoon, is dat gewoon puur omdat je zo goed was in toernooien? Zoals ik zei, toen ik al 17 of 18 was, reisde ik al in mijn eentje naar Amerika. Mm-hmm. En toen heb ik heel veel vrienden gemaakt daar. En zo heb ik ze eigenlijk een beetje leren kennen.
was voorheen heel erg bekend met de New York scene. Mm-hmm. Omdat alle brawl toernooien, grote brawl toernooien, die waren meestal in New Jersey of New York. Okay. Dus toen ging ik daarheen en toen verbleef ik bij mensen die daar woonden. Mm-hmm. En zo heb ik een beetje die mensen ontmoet. Okay. Ja, en het is vooral heel veel online gespeeld en dan ga je daarheen en dan ontmoet je ze en dan ja, zo gaat het meestal. Ja. Is er iets wat jij specifiek in de VS hebt geleerd ten opzichte dan van hier in Nederland / EU? Is er echt een verschil van hoe zij daar dingen doen als hier in Europa? Kun je dat nog een keer vragen? Sorry. Dat maakt niet uit. Is er iets specifieks wat jij echt in Amerika hebt geleerd, waarvan je ook merkt van, hey, dit doen ze hier anders als in Europa? En dan op gebied van toernooi of gameplay zelf of wat dan ook. Even denken hoor, dat is een goede vraag. Of weet ik, gewoontes in toernooi of zo, iets in die richting. Ja, voor mijn gevoel speelde Amerika altijd iets campier, iets... Iets meer defensive dan Europa. Europa was altijd meer agressief qua gameplay. Mm-hmm. Qua toernooien, ze hadden veel meer toernooien daar. En alle toernooien waren ook veel groter. Mm-hmm. Dus dat is vooral main difference, grootste verschil. Yeah. Er zijn ook gewoon veel meer Amerikanen die spelen dan Europese mensen. Yeah. Dus gewoon als je wilt oefenen is het veel beter om in Amerika te zijn. Okay. even een totaal andere vraag. Komen we straks nog wel even een beetje terug, wat over Amerika en zo. Maar hier ben ik wel een beetje naar benieuwd naar. Kijk, maar jij doet mee aan grote toernooien, jij wint grote toernooien, je zoekt je baan, jij verdient hier je brood mee. Maar als je naar jouw hele Smash carrière kijkt, wat is dan het moment waar je echt het meeste trots op bent? Zeg maar, als het gaat om je achievements. Kan zijn een tournament win zijn, maar ook iets anders wat je voor de community hebt gedaan. Waar ben jij zelf het meest trots op? Je mag gewoon arrogant zijn nu. Dit is het moment om even arrogant te zijn. Dan denk ik toch toen ik tweede werd bij Evo. Is het ook best een goed moment. Daarbuiten misschien nog? Is dat een speciale reden waarom je daar nou specifiek dan zo trots op bent? Omdat het Evo was. En het was de eerste Evo voor Smash. Dus ik vond het wel leuk. De crowd was ook echt gigantisch. Dat was ik niet gewend. Toen was ik het niet gewend. Want Smash 4 was iets kleiner een paar jaar geleden. Mm-hmm. En als je op Evo speelt, dan iedereen die op Evo is, die gaat dan kijken of ze nou Smash fans zijn of niet. Genoeg Fighting Games Fanatics daar. Dus iedereen kijkt dan mee en ik was dat dus niet gewend. En toen werd ik tweede en ik was enorm blij. Ja, nee, dat snap ik. Want je moest tegen Zero, toch, in de finale, als ik het goed heb. Dat klopt, ja. Want dat was het eerste jaar dat Smash 4 ook daar speelbaar was. Dat was nog niet in de Mandalay Bay, toch? Was gewoon nog in die hotel? Volgens mij was dat wel in de Mandalay Bay, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik herinner me eerlijk gezegd niet meer. Okay. Nou, het zou best kunnen dat dat niet in de Mandalay Bay was. Is op zich niet zo'n groot probleem. Nou, een vraag die daar, wat mij nu te binnen, wat ook een beetje... jij speelt natuurlijk op veel grote stages. Echt dat je, niet alleen in venues zelf, maar ook op Twitch kijken er af en toe zoals... Ja, bij Evo 100.000 mensen mee. Heb je dan ook wel last van zenuwen? Of valt dat mee? Wel minder onderhand, maar het is nog niet... Ik zou het niet echt zenuwen noemen, want ik word niet nerveus of zo. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat je anders speelt als je op de main stage speelt. Vergeleken met als je friendlies gaat spelen en niemand kijkt. Mm-hmm. Er is toch een druk die je dan hebt, weet je. Ja, het is niet dat ik nerveus word, maar ik voel wel die pressure. Ja, ga je dan ook echt anders spelen? Dat je bijvoorbeeld minder risico's neemt als je... Ja, exact. Dat ik minder risico's neem. Ik speel campier, ik speel rustiger. Mm-hmm. Ik ben iets minder zelfverzekerd in mijn plays. Maar ja, dat geldt hetzelfde voor iedereen, denk ik. Ja. Sommige mensen kunnen daar beter mee omgaan dan anderen. Maar ik kan er wel goed mee omgaan. Alleen ik voel nog steeds wel een beetje pressure, ja. Mm-hmm. Ja. Kijk, je speelt natuurlijk Smash. Daar ben je natuurlijk bekend om. Maar je had het net ook over Street Fighter en Tekken. Speel jij naast Smash ook nog andere fighting games actief? Nou, toen ik jong was, speelde ik heel veel Tekken casually en heel veel Street Fighter casually. Mm-hmm. Maar ik was ook echt heel jong. Ik was denk ik jonger dan 13 of 14. Mm-hmm. En op het moment speel ik heel soms Dragon Ball FighterZ. Ik ben een beetje mee afgehaakt. Yeah.
Ik speelde Street Fighter 4 heel veel, Arcade Edition. Dat is ook de goede Street Fighter 4. Dat vond ik ook een veel leuker Street Fighter om te spelen en om na te kijken dan Street Fighter 5. Ik ben ook denk ik niet de enige die dat zegt. Nee, bij verre ben je niet de enige. Nee, absoluut niet. Ik ging niet naar toernooien toe ofzo, maar ik speelde gewoon online thuis. Yeah. En dat was ook tijdens de Brawl tijd, toen ik best goed was in Brawl. Mm-hmm. Dus ik speelde gewoon online op de ladder. En ik was wel redelijk, ik was above average, maar ik was niet geweldig ofzo. Los daarvan speel ik alleen Dragon Ball FighterZ heel soms. Mm-hmm. Ja, want voor de mensen die op Comic-Con waren, jij hebt wel mooi even die hele plek gepakt op Comic-Con. Ja, ik had Greg gebied in Winners en toen had hij me gebied in Losers. Ja, want ik was best wel onder de indruk. Ik dacht van, ik was zelf van op de hoogte. Ik wil op de hoogte dat je sowieso Smash speelt. Mensen bekend zijn met Smash 4 weten dat Mr. R gewoon een van de beste Smash 4 spaces ter wereld. Maar ik wist niet dat het, dat je ook Dragon Ball FighterZ speelde. Heb jij ook, omdat je dus Smash en ook af en toe bij andere fighting games speelt, heb je ook dingen vanuit Smash naar je general fighting gameplay kunnen importen en ook andersom? Heb je daar voordelen uit kunnen halen, zeg maar? Ik denk dat het grootste voordeel dat ik eruit heb kunnen halen is dat ik rustig kan blijven en een beetje gewoon kalm kan nadenken over bepaalde situaties. Ook als je onder heel veel druk zit of je bent de hele tijd aan het blokken in Dragon Ball FighterZ. Mm-hmm. Heel veel mensen die raken dan gefrustreerd of tilted. Yeah. Bij mij is dat iets minder omdat ik al heel veel ervaring heb met fighting games of met Smash. Mm-hmm. Ik denk dat dat het grootste ding is wat ik eruit heb kunnen halen. Yeah. En wat vind jij eigenlijk, als we het nu toch over dus fighting games in general en ook Smash hebben. Want heel veel mensen zeggen van ja, Smash is een fighting game. Smash is geen fighting game. Smash is wel een fighting game, maar anders. wat vind jij eigenlijk, kijk, want jij speelt natuurlijk beide. Wat vind jij tussen Smash en, even wat noemen de traditional fighting games. Wat vind jij daartussen eigenlijk het grootste verschil? Nou, Smash is een platform fighting game, vind ik. En het is geen traditional fighting game. Yeah. Het is absoluut geen party game, want ik bedoel, je kan dat een party game spelen, maar zo spelen wij het niet. Mm-hmm. Dus ja, dan vind ik het een beetje apart om het dan nog een party game te noemen. Voor jullie is het een fighting game, inderdaad. Ja, het is obviously geen party game, want we zijn niet aan het party. Nee. Maar je kan het wel als een party game spelen, maar het is ook geen traditional fighting game. Want, dat is het ook niet, weet je. Dus ik vind dat het een platform fighting game is. Misschien tot een nieuwe categorie, maar ik vind dat het gewoon een platform fighting game is, ja. Mm-hmm. Nee, okay. Zit wel wat in, inderdaad. Ik ben zelf ook wel van mening dat Smash is absoluut een fighting game. Je hebt footsie, spacing, reads, alles is er voor een fighting game. Het zit net gewoon net even iets anders in elkaar. Ja, ik vind dat fighting game, ik vind dat het categorie best wel breed is. Je hebt heel veel verschillende fighting games. Je hebt niet alleen traditional fighting games zoals Street Fighter of Marvel of ik noem maar wat. Yeah. Je hebt ook genoeg andere fighting games zoals PS All-Stars of Smash. Mm-hmm. Genoeg andere fighting games. En die hebben eigenlijk ook hun eigen categorie. Ja. Oef, PlayStation All-Stars, rip. rip. Dat was the game that could have been, but wasn't. Wat vind je dan tussen die scheiding? Want we zien vooral in Nederland, zien we dat die scheiding tussen de algemene, traditionele FGC en de Smash scene immens groot is. Wat vind je eigenlijk van die scheiding? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje apart, want we spelen allemaal gewoon fighting games. Mm-hmm. Kijk, of het nou een traditional fighting game is of een platform fighting game. We kunnen nog steeds op hetzelfde toernooi samen spelen. En ik snap ook niet waarom er zoveel... heel veel mensen van de fighting game community en ook heel veel mensen van de Smash community vinden dan dat bijvoorbeeld Smash meer skill vereist of Street Fighter meer skill vereist. Terwijl alle games gewoon skill vereisen. Mm-hmm. Weet je, je kan het ook niet echt vergelijken met elkaar, omdat het zulke andere games zijn. Yeah. Ik snap niet waarom er zoveel frictie is tussen de fighting game community en de Smash community. Yeah. Het wordt wel minder, moet ik zeggen, vooral in Amerika. Mm-hmm. Want er zijn tegenwoordig ook heel veel events die dan fighting games hebben, maar ook Smash games hebben. Yeah. Dus dan gaan alle spelers gaan gewoon met elkaar chillen. Mm-hmm. En ik merk wel dat het verschil tussen die twee communities steeds minder wordt. En dat uiteindelijk gewoon één grote community gaat worden. Yeah. Hoop ik. Moet ook zeggen dat sinds de release van Dragon Ball FighterZ dat ook steeds meer echt grote smashers ook overzien gaan naar Dragon Ball. Het grote voordeel bijvoorbeeld is natuurlijk Leffen. Maar jij natuurlijk ook. Jij kan ook gewoon je kan ook gewoon lekker meespelen met vooral met Greg en met Dennis kun je gewoon meespelen in Dragon Ball. En dat vind ik zelf ook wel echt indrukwekkend.
Ja, inderdaad. Kijk, Ice Studying is ook een Smash player. Die is ook hartstikke goed in Dragon Ball FighterZ. Ja, ik zelf... ik ben zelf niet echt tevreden met hoe goed ik ben in Dragon Ball FighterZ op het moment. Het komt ook deels door mij. Ik oefen ook niet echt heel veel. Ik neem het spel niet super serieus. Yeah. Deels omdat ik het spel de laatste tijd niet echt heel leuk vind. Ik kan niet langer dan 2-3 uur lang spelen. En dat, ik vind het wel belangrijk dat ik het spel leuk moet vinden als ik competitief goed wil worden. Zeker. Ik kan wel meespelen inderdaad, maar het is ook deels de reden waarom ik niet naar veel grote toernooien ben gaan. Omdat ik niet echt tevreden ben met hoe goed ik ben op het moment. Mm-hmm, mm-hmm. Wil jij daar ook wat meer tijd in gaan stoppen of denk je echt van Smash is en blijft mijn focus? Ja, moeilijk man, want Ultimate komt eruit binnenkort. Dus ik ga me volledig focussen op Super Smash Ultimate. Ja, zeker. En kijk, als ik soms verveeld raak en ik heb niks te doen, ga ik natuurlijk wel eventjes Dragon Ball FighterZ spelen. Mm-hmm. Maar of ik echt even goed ga worden als Leffen, dat weet ik niet. Ik moet wel heel veel gaan oefenen en echt goede mindset hebben en echt focussen op Dragon Ball FighterZ om dat te doen. Ja, precies. Nee. We zien ook heel vaak bijvoorbeeld, kijk, de outlier is natuurlijk Sonic Fox, die gewoon goed is in elke game die hij aanraakt. Hetzelfde geldt voor Justin Wong, die raakt elke een game aan en die is direct godlike. Maar ja, kijk, we zien toch dat Smash-spelers echt blijven bij Smash. Kijk, en daarom is het dan dat ik zeg, Leffen is wel de grote outlier, maar we zien bijvoorbeeld Armada, Mango, Zero, en allemaal andere, kijk, ik kan niet even 1, 2, 3, even Smash 4 mensen uit. Dennis is natuurlijk ook een outlier, maar we zien dat veel Smashers ook echt blijven bij Smash. Heb jij daar nog een mening over? Dat je er niet van, hey, kun je ook misschien... Kijk, want we zien natuurlijk niet dat ze meedoen aan tournaments. Mm-hmm. Misschien dat ze het wel casual spelen, maar wat vind jij daarvan eigenlijk? Dat mensen ook echt gewoon blijven bij Smash? Ja, het is sowieso moeilijk om te quitten met Smash, weet je. Als je eenmaal Smash speelt en je bent echt deel van de community, mm-hmm. dan is het heel moeilijk om gewoon plots te stoppen en dan nooit meer Smash te spelen. Want Smash wordt ook steeds groter. Als ik nu bijvoorbeeld naar buiten ga, ik ga naar de stad toe, dan zie ik... Ik ga naar een Game Mania toe ofzo, dan zie ik genoeg posters voor de nieuwe Smash Ultimate. Mm-hmm. Dus de casual audience wordt ook steeds groter elk jaar. En dat komt ook deels omdat e-sports gewoon groter wordt. Yeah. Bijvoorbeeld als Fortnite op tv komt, dat is ook goed voor Smash of elke andere e-sports game. Dus het is sowieso moeilijk om te stoppen met Smash. ik ken wel mensen die het geprobeerd hebben, maar ze komen altijd terug. Yeah. Once you're a smasher, you're always a smasher. Exactly. Yeah. We gaan nu even specifiek over de Nederlandse FGC. Want jij bent sinds kort dus weer even terug in Nederland in verband met je sportvisa. Je hebt dus nog even, ben je weer een beetje teruggekomen naar je home country. Nu je hier weer een paar weken bent, wat vind je van specifiek de Nederlandse fighting game community? Wat ik ervan vind? Doe je de fighting game community? Ja, van de Nederlandse, van de staat van de Nederlandse FGC. En daarmee bedoel je de Smash community en de FGC samen, toch? Ja, ik hoop ze even bij elkaar, inderdaad. Ja. Ik hoop echt dat ze iets meer actief gaan zijn. Want in Amerika zijn ze wel heel actief. Daar hebben ze ook echt bij heel veel plekken hebben ze weeklies en monthlies. Mm-hmm. En dat mis ik een beetje in Nederland. Met Smash 4 hadden we wel een tijdje bi-weeklies. Misschien ook weeklies. Mm-hmm. Maar niet echt... de hele duration van Smash 4, zeg maar, al die jaren dat we dat gehad hebben. En ik hoop wel stiekem dat we dat een beetje gaan hebben. Want in Amerika hebben ze dat wel bij heel veel plekken. En dat, zo word je beter als je elke week met je region oefent. Dus ik hoop wel dat er gaat zijn, als Ultimate uit gaat zijn. Mm-hmm. Dat is een groot verschil. Een ander groot verschil vind ik dat Amerikaanse spelers veel meer online oefenen dan Nederlandse spelers. Yeah. En dat is heel veel mensen, ze onderschatten hoe belangrijk het is om online te spelen, want heel veel mensen zeggen dan, ik wil niet online spelen, want er is lag, en je kan niet zien hoe goed ik ben dan. En dat klopt ook wel een beetje, heel veel mensen kunnen niet op hun best spelen online. Yeah. Maar dat betekent niet dat als je online gaat spelen, dat je niet goed gaat, niet beter gaat worden. Je gaat nog steeds, je haalt er nog steeds wat uit, uiteindelijk. Yeah. Je moet alleen even, niet gefrustreerd worden, je moet gewoon accepteren dat het online is, dat je niet... Dat je niet gefrustreerd wordt, dat je niet getild wordt. En gewoon puur voor de experience, voor de training online gaat spelen. En dat mis ik ook wel een beetje bij de Nederlandse team. Dat we meer spelen om beter te worden in plaats van te winnen, zeg maar. Ja, dat meer mensen gewoon een beetje online spelen. Want heel veel mensen kijken er tegenop hier. Omdat ze denken dat je niet beter wordt online. Omdat het lag heeft, omdat het niet offline is.
Terwijl ja, ik snap dat het frustrerend is, maar je wordt er wel beter door als je regelmatig online speelt. Mm-hmm. Ja, alle ervaring is ervaring. Ben ik toch een beetje, ik ben zelf wel iemand die, ik ben wel zelf iemand die echt offline preferred tegenover online, gewoon om, ja, in verband met, ja, inconsistent. Ja, tuurlijk, ja, ik ook. Daar is ook niks mis mee om, kijk, als je gewoon, als je zoveel mogelijk kan oefenen offline, ja, prima, dat is perfect. Maar als jij 2 uur moet reizen om met een goede speler te gaan oefenen, ja, en dan denk je van, oké, nou, dat ga ik maar 1 keer per week doen omdat ik niet regelmatig kan oefenen. Nou, dan oefen je maar 1 keer per week en dat is niet zo goed. Of 2 keer per week zelfs. Kun je beter 5 keer per week online spelen en dan 2 dagen offline. Ja. Maar kijk, als jij gewoon 5 keer per week offline gaat spelen, dan moet je dat vooral doen. Maar als je dat niet kan doen, dan vind ik dat je gewoon online moet oefenen, regelmatig. Ja, ja. Kijk, ik ben zelf iemand die daar ook, ja, ook persoonlijk ook wel mee struggelt. Ik woon in het Hoge Noorden, ik woon in Emmen en we zien dat er veel toernooien zijn. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Dus voor mij, ik probeer wel naar zoveel mogelijk events te gaan. Van wat ik kan, gewoon heb, als ik het geld heb en ik heb de tijd, dan ga ik er natuurlijk heen. Maar het is voor mij, kijk, ik probeer het natuurlijk niet goed te praten, maar ik ben dus wel iemand die daar ook echt persoonlijk mee struggelt. Ik woon gewoon in een slechte locatie om mee te doen. Maar ik probeer dus wel, ja, overal naartoe te gaan waar ik naartoe wil gaan. Zeg, weet je, een random vraag. Sommige mensen weten het al, maar heel veel mensen weten het ook niet over jouw naam, Mr. R. Waar staat die R nou eigenlijk voor? Staat voor mijn naam, Ramin. Okay. Ramin. Ja, het is best wel simpele uitleg. Ja, zo'n gevoel had ik al, maar er zijn mensen die het niet weten. Okay, je weet maar nooit. Nee, ja, inderdaad. Ja, ga niet vanuit dat iedereen mijn voornaam kent, inderdaad. Mm-hmm. Heb jij een grote voorbeeld als het gaat om de competitive scene, waarvan je denkt, nou, ja, zo goed als hem wil ik zijn, of zijn ideal spreekt mij aan. Ja, iemand waar jij naar opkijkt. Dat is wel voor mij heel lang Daigo geweest. Mm-hmm. Uiteraard, zoals heel veel mensen. En Sakunoko, omdat ik vroeger heel veel naar Street Fighter 4 keek. En ik vond hem gewoon een hele technische speler. Mooi, leuk om naar te kijken. Oh, ja, goede mindset. Dus ik wil zeggen Daigo en Sakunoko. Sakko's Evil Ryu, though. Dat ja, dat was echt, oh. Zijn combo's, die one-frame links allemaal. Oef, ja, en dan gewoon 3 one-frame links in één combo. Is dan allebei even altijd hit of zo, alsof het niks is. Precies. Even zien. We zijn eigenlijk bijna wel door alles doorheen gelopen. Even kijken of we nog... Ja, wat we ook zien is dat de fighting games steeds meer accessible worden voor nieuwe spelers. Dat zien we ook met Smash, Smash 4 en vooral ook Smash Brawl waren erg accessible voor nieuwe spelers. Ik merk dat zelf ook wel redelijk met Ultimate. Ik heb Ultimate gespeeld op Gamescom, maar ik merkte dat wel. Ja, het was Smash... Natuurlijk, het is wel een van de meest technische fighting games, als ik eerlijk ben. Het duurt veel langer om echt goed te zijn in Smash dan in bijvoorbeeld Dragon Ball FighterZ of Street Fighter. Mm-hmm. Maar, Street Fighter 5, moet je wel erbij zeggen. Ja, Street Fighter 5. Street Fighter 5. Street Fighter 4 was is best lastig. Moeilijk. Is echt moeilijk, inderdaad. Maar, ja, Street Fighter 5. Maar toch zien we dat fighting games toch wel echt een beetje een stigma hebben over dat ze zijn heel moeilijk. Je moet alles weten, je moet matchups weten, dit en dat, zus en zo. Mm-hmm. Als jij iets zou kunnen doen om fighting games nog accessible te maken, waarvan ze echt nog beter bereikbaar zijn voor mensen die normaal geen fighting games spelen, wat zou jij dan doen? Poeh, dat is een goede vraag. Ja. Dat kan een mechanic zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld, kijk, zoals we zagen met Dragon Ball FighterZ, mensen die lopen naar naartoe omdat het Dragon Ball is. Het kan dus ook iets zijn over een bepaalde IP. Ja. Ja, kijk, weet je wat het is met heel veel fighting games? Heel veel mensen stoppen met fighting games omdat het te moeilijk voor ze is, weet je? Gaan ze Dragon Ball FighterZ oppakken en dan ga je online spelen en dan word je helemaal afgemaakt. En dan denk je van, oké, dit is niet leuk, ik heb geen lol, dus ik stop ermee. Ja. Dus ik denk als zij misschien een betere match queuing maken, zowel voor Smash als voor Dragon Ball FighterZ, dat je regelmatig tegen mensen speelt die op hetzelfde niveau zijn als jij, dat zal al een goed begin zijn, maar ook dat je bijvoorbeeld naast het competitieve aspect, dat je ook heel veel andere content hebt, casual content. Yeah. Zodat je het spel nog steeds kan spelen, zonder dat je tegen iemand anders, een andere speler hoeft te spelen en dan te verliezen, snap je? Dus zo raak je ook meer verliefd op het spel, omdat je meer tijd in het spel hebt geïnvesteerd en dan heb je ook meer motivatie om te blijven oefenen. Ja.
Nee, dat is best een hele goeie. Zien we inderdaad heel vaak dat als zodra mensen online gaan, ze helemaal worden afgemaakt en dat ze dan een beetje afdruipen. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik... Kijk, mijn eerste echte fighting game was Ultimate Marvel 3. Nou, als je daar al online gaat, dan word je echt wel helemaal de goeie. Dan word je geïnfinite. Ja, basically. Het is inderdaad gewoon een hele grote barrière om er overheen te komen. Dus inderdaad, als ik dus over nadenk, is dat best een logische redenatie om dan echt de matchmaking aan jou aan te passen. Zodat je echt met mensen speelt die echt even goed als je zijn. Ik merk namelijk zelf ook als ik tegen mensen speel die net zo goed zijn als ik. Ook ik het meeste leer. Ervaar je dat ook dan zo? Als ik tegen andere mensen speel bedoel je? Die net zo goed zijn als jij. Dat je daar ook een beetje van leert. Okay. Kijk, ik vind dat de beste manier om beter te worden, vind ik persoonlijk, is om tegen iemand te spelen die ietsjes beter, ietsjes beter is dan jij. Mm-hmm. Dat is de beste manier om beter te worden. Dus uit de 10 games dat je speelt, dat hij bijvoorbeeld 6 pakt en dat jij 4 pakt. Oh, oké. Okay. Ja. Dat forceert je dan om te adapten, maar het is niet alsof je zoveel verliest dat je gedemotiveerd raakt. En je denkt van, oké, ik kan niet meer winnen. Je verliest net nog genoeg dat je denkt van, oké, ik kan wel beter worden dan hij, of ik kan wel beter spelen dan hij. Mm-hmm. Maar ik moet wel even focussen en adapten. Heel veel mensen hebben het gevoel dat als je tegen iemand speelt die veel beter is dan jij, dat je sneller beter wordt. Maar dat is, ik vind dat niet echt, dat klopt dan niet volgens mij. Want als ik tegen iemand speel die ik dan 3 stok of ja, hij doet helemaal niks tegen mij, geen percent. Mm-hmm. Hij leert dan eigenlijk niks. Yeah. Hij weet dan alleen wat de habits zijn, waar hij op gepakt wordt. Maar hij heeft niet echt een kans om zeg maar zijn offensive pressure te kunnen oefenen. Yeah. Of zijn combos te kunnen oefenen. Of het agressieve aspect van zijn speelstijl te kunnen oefenen. Omdat hij alleen maar defensief speelt de hele tijd. Mm-hmm. Dus mijn advies is om tegen iemand te spelen die even goed is als jij. Yeah. En preferably iemand die ietsjes beter is dan jij. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dat is ook een hele goeie. We zijn eigenlijk al bijna bij het einde gekomen. Ik heb nog even een paar vragen. Wat houdt jou eigenlijk nou in de fighting game community? Want wat houdt je bij in de fighting game / Smash community? Wat houdt jou daar vast? Nou, ik vind de community sowieso. Ik heb heel veel vrienden binnen de community. Mm-hmm. Het is ook onder andere een deel van mijn leven. Dus ik kan niet een dag. Ik kan niet zeg maar door een dag heen zonder dat ik aan Smash denk of iets over Smash zeg of iets deel over Smash. Mm-hmm. Dus gewoon een deel van mijn leven. Wat ik erg leuk vind aan de community is dat ik als ik naar een toernooi ga, dan kan ik. Ik ken onder andere best wel veel goede spelers. We zijn ook allemaal bevriend met elkaar. Mm-hmm. En voor Smash vind ik het leuk dat ik diezelfde mensen dan om de 2 weken zie. En dan kun ik weer met ze chillen. Yeah. Maar het leukste aspect van fighting game community vind ik nog steeds dat ik gewoon voor heel veel mensen, voor een grote crowd kan spelen. Yeah. En dan, ja, ik weet dat geeft je toch wel een gevoel als je iets leuks doet of iets moois doet. Als mensen dan voor je cheeren. Yeah. Moeilijk om te beschrijven, maar dat gevoel, dat is waarom ik competitief speel. Echt, jij gaat voor die main stage, zeg maar. Je wil gewoon even de crowd een show geven. Ja. Ik ben altijd... ik probeer altijd een crowd pleaser te zijn. Alhoewel, soms kan het niet helemaal. Als iemand heel campy speelt, moet jij ook campy spelen. Maar over het algemeen probeer ik wel altijd een crowd pleaser te zijn. Nee, dat is op zich wel. Kijk, daar zie ik mezelf ook een beetje terug. Ik ben natuurlijk niet echt een competitor. Ik ben meer een commentator. Ik heb al lang geaccepteerd dat ik gewoon... ik kan het wel, maar ik heb gewoon niet de mental dexterity om elke dag zoveel uur in training mode, zoveel uur dit te doen. Ik ben zelf meer iemand die van de commentating site is. Je moet er ook echt tijd voor hebben. En kijk, toen ik naar Apex ging, of toen ik naar mijn eerste Amerikaanse toernooi ging, 18. Mm-hmm. En toen had ik nog steeds school, dus dat was een beetje moeilijk. Ik had toen toevallig vakantie. Mm-hmm. Toen ben ik ook een week later naar huis gegaan, toen ik al school had. Je moet wel echt, dat kun je niet maken, weet je. Dus dat kun je niet maken. Ik ben er nog wel mee weggekomen uiteindelijk, omdat ik goed ben geworden. Zulke dingen recommend ik niet aan mensen, weet je. Maar je moet wel, zulke dingen moet je wel, je moet wel zoveel tijd ervoor hebben om heel goed te kunnen worden. Yeah. Dus je moet wel sacrifices gaan maken in je leven, of andere aspecten in je leven, als je echt de top wil bereiken. Yeah. Nou, iets wat me nu te binnen schiet. Kijk, jij bent natuurlijk... voor de derde keer zeg, jij verdient hier natuurlijk je geld mee. Hoe reageerden jouw ouders erop toen jij zei van... mam, dit is wat ik als carrière eigenlijk wil gaan. Natuurlijk, bij ouders is natuurlijk een beetje een stigma. Van videogames en tijdverdrijvers afleiden. Ja. Daar doe je niks mee. Maar toen je zei van... Hey, dit is mijn passie. Hier wil ik echt mijn werk van gaan. Ja, hoe reageerden zij erop?
Nou, ik speelde Smash al competitief toen ik nog naar school ging, ongeveer 3 tot 4 jaar. Yeah. Mijn moeder wist ook dat ik de beste Nederlandse Smash-speler was, Brawl-speler was. Mm-hmm. En uiteindelijk werd ik de beste Europese Brawl-speler, en dat wist ze ook. Alleen toen ging ik nog steeds naar school, dus het is niet dat we het bezwaar hadden ofzo. Yeah. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil graag stoppen met school. Ik ga part-time werken en dan wil ik naar zoveel mogelijk Smash-toernooien gaan en zoveel mogelijk oefenen. En ja, dat wil je niet als ouders zijn te horen natuurlijk. Nee, precies. Was dit op je middelbare of echt al op HBO, MBO? Dit was op mijn middelbare school. Okay. Dit was MBO nog. Of wat zeg ik? Dit was op het MBO, ja. MBO. Okay. Niet op het HAVO, op het MBO, ja. Maar ik was wel van plan, ik was al in mijn derde jaar van MBO en ik was van plan om HBO te doen daarna. Ik had eigenlijk al alles een beetje gepland. Alleen, ik moest dus 1,5 jaartje MBO doen. Alleen, ik stopte ermee toen om Smash te spelen. Wat ik ook niet recommend aan mensen. Ik wil niet dat mensen deze interview horen en dan denken, ik ga ook stoppen met school. absoluut niet doen, gewoon je diploma halen en dan pas focussen op wat je wilt focussen. In mijn geval, ik had erg veel passie voor het spel en ik was ook erg goed. Dus ik was zelfverzekerd genoeg dat ik... dat ik het goed zou doen als ik ging stoppen. Dat ik het beter zou doen zelfs, omdat ik meer tijd zou hebben. Mm-hmm. En zo had ik het ook tegen mijn moeder gezegd. Van ik ga nu stoppen met school. Ik ga een jaartje Smash spelen. Mm-hmm. Als ik het niet goed genoeg doe, dat ik voor mezelf kan zorgen, dat ik genoeg geld verdien, dan ga ik terug naar school. Mm-hmm. Dat was dan onze deal. Yeah. En na een jaartje deed ik het meer dan goed genoeg. Ik verdiende meer geld dan dat ik deed bij mijn part-time baan. Mm-hmm. Dat liet ik ook aan mijn ma zien. En ja, toen hadden ze eigenlijk geen bezwaar meer. Toen zei ze al zoiets van, oké, je bent nu volwassen genoeg om zelf je beslissingen te nemen. Mm-hmm. En fast forward een paar jaar daarna. En nu heb ik gewoon een eigen loon. Ik heb een sponsor, maandelijk salaris. En dat weet mijn moeder ook allemaal. Dus het is hartstikke trots op me nu. Alleen voorheen is dat wel moeilijk natuurlijk. Want zulke dingen, die dingen heb je allemaal niet in het begin. Je gaat niet gelijk een sponsor krijgen met een salaris. Yeah. In het begin is het vooral je eigen skill waar je aan je geld moet verdienen. Mm-hmm. Het was wel een risico inderdaad. Alleen, ik heb het zo gecommuniceerd naar mijn moeder dat als het niet zou werken, dat ik terug naar school zou gaan. Ja, je moet wel een backup hebben, zeg maar. Je kan er niet op gaan relyen. Ja. Yeah. Exact, ja. Ja. We zijn zijn er echt bijna aan het einde. ik heb nog 2 vragen eigenlijk voor je. Oké. Als mensen in de FTC willen komen, /Smash, welke game zou jij dan aanraden? Kijk, los van Smash dan even. Kijk, want als je in Smash wil komen, is het natuurlijk de beste game die je kan oppakken, is natuurlijk Smash. Maar als je ook in de... Want jij speelt natuurlijk ook normale fighting, of traditional fighting games, sorry. Mm-hmm. Welke game zou jij dan aanraden om dat mensen dat zouden oppakken om echt in die scene terecht te komen? Ja, het klinkt een beetje biased, maar ik denk toch dat we Smash moeten oppakken als eerst. Mm-hmm. Omdat... Je mag biased zijn natuurlijk, je mag biased. Ja, ik vind dat de FGC, of ja, met name Street Fighter en al die andere traditional fighting games, zijn best wel pittig om erin te komen, zeg maar, om het goed te doen. Mm-hmm. Terwijl met Smash, er is een veel grotere casual audience dan met die andere games. Die andere games zijn vooral meer gericht op de competitive side, mm-hmm. op de hardcore competitive side. En met Smash heb je genoeg mensen die het casual spelen. Dus als je nog niet heel goed bent, dan kun je tegen die casual spelers in het begin heel veel oefenen. En als je dan het gevoel hebt van, oké, nu ben ik wel goed genoeg, ik kan tegen betere spelers oefenen, dan kun je dat gaan doen. Maar die keuze heb je niet echt bij Street Fighter. Ja, je hebt het wel, maar het is minder. Ja. Nou, ben ik het wel met je eens. Kijk, het mooie aan Smash is dat je inderdaad gewoon casual kan spelen, maar ook als je competitive wil spelen. Dan is die mogelijkheid, hè? Precies, ja. Laatste vraag. Dit is eigenlijk een beetje de vraag die ik gewoon leuk vind om te stellen. Want het gaat ook natuurlijk om jou als persoon. Als jij een fighting game character mocht kiezen. Dat mag ook een Smash character zijn. Die jou het meest beschrijft als persoon. Wie zou jij dan kiezen? Oei. Het mag even nadenken, hoor. Fighting games zijn. Oeh. Ik denk, dit gaat ook wel... Weer een cliché antwoord zijn, maar ik denk Ryu, omdat hij een world traveler is. En altijd open is om dingen te leren. Mm-hmm. En klopt wel ook een beetje voor mij, ik ben ook een world traveler. Ik heb de meeste Smash toernooien gewonnen in verschillende landen, van iedereen. Dus ik denk Ryu dan, omdat hij de world traveler is. Nee, dat mag ik. Als jij denkt van dit daar zie ik meestal, dan klopt dat ook natuurlijk. Mm-hmm. Hartstikke tof.
Ik weet niet of jij verder nog shout-outs wil doen of opmerkingen hebt of zelf gewoon iets wil delen wat je, waarvan je zegt, nou, dat wil ik even kwijt. Ja, shout-outs naar mijn sponsor natuurlijk, Beast Coast. Shout-outs naar Super Smash Bros. Ultimate, die over 2 dagen uitkomt. Oh, sick. I hear you. Jij gaat het ook halen, neem ik aan. Zeker, ik heb mijn Ultimate Edition pre-order, kan ik ophalen donderdag aan. Nice, ja, ik ook dan. Zo ja, ja. Ik ga direct ook die vrijdag naar een paar maten. We gaan lekker even alle characters unlocken en even lol hebben, even kloten. Zo, ja, leuk, ik kan niet wachten. Ja, nee, verder geen shout-out, want ik kan ook niet echt wachten. Ik ben benieuwd. Nou, Ramin, wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd. Yes, super jou ook bedankt. Dat jij hier even tijd voor hebt in je busy schedule met als beste smasher van Europa. Ik moet zeggen, ik vond het een hele eer. Ik vond het echt heel vet om dit interview even met je te doen. Ik hoop dat je het zelf ook heel vet vond. Ja, ik vond het leuk, ja. Leuke vraag ook. En voor de kijkers, excuses dat het zo lang duurde voor de tweede episode van Ring Out. Ik had een interview gepland met Virgil, de persoon achter AFK Rotterdam, maar er was heel veel dingen. En ja, toen kwam ik Ramin tegen op Comic-Con van, hey, dit en dat. Ja, dat het was al heel snel geregeld. Nou, Ramin, nogmaals bedankt voor je tijd. Dan ga ik die ook verder bij laten. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken van Ring Out. En ik hoop jullie de volgende keer ook weer te zien.